van een best wel leuggroeiende gemeente in Franeker, Friesland. En het vuur komt uit het noorden, amen. Je maakt me helemaal blij. Wij onderstrepen het trouwens ook bijbels in helemaal. Ik ben opgevoed in nogal een, laat me het zo zeggen, een redelijk vreemd gezin. Wild ging het eraan toe. Ik kom uit een dorp, een Friesdorp, Zwagensteinde. Bekend en berucht in de omgeving. Mijn familie behoorlijk bekend. Nog steeds een aantal van mijn neven. Ik ben opgegroeid uit een gezin die echt helemaal niks van Jezus wilde weten. Ik weet nog dat ik een keer als een kind, mijn vader vroeg, toen waren ze aan de Pinksterkerk bij ons uit het dorp, waar ze achter ons op het veld waren, ze spreken over Jezus. En ik moest er weg voor mijn oude, van mijn vader. Ik kwam thuis en ik was denk ik een jongetje van een jaar of acht. En ik vroeg mijn vader, die had inmiddels vaak dorst. Vroeg ik, wat is die Jezus, wie is hij en wat doet hij? Als dank is mijn neus daarvoor compleet kapot geslagen en getrapt. Dus ik kreeg best wel een angst om te gaan vragen over Jezus. Dus dan doe je dat ook niet meer als kind. Nog een langer verhaal kort te maken, ik ben zo zijn we opgegroeid. Ik ben met mijn vader in de poosje in Hilversum zijn we actief geweest op een gebied wat ik niemand wil aanraden. Vanuit dat gebied heb ik een paar maal in de baaiers gezeten. Een justitieel verleden van best wel agressief geweld. Tot ik mijn huidige vrouw ontmoette en ik heb een drankdelirium gehad. In dat drankdelirium heb ik een ontmoeting gehad. En ik begreep niet wie en wat en hoe en wat dan ook allemaal. Tot ik mijn huidige vrouw ontmoette. En die heeft ouders, mijn schoonouders, ik was zat. Echt waar. We woonden toen samen in Groningen. En elke keer als die lui bij ons thuis kwamen, dan kwamen ze met zo'n tijdschriftje, het zoeklicht, en ze begonnen te, vergeven even mijn taalgebruik, te lullen over Jezus. En ik was daar zo klaar mee. Ik was daar zo klaar mee. En ik heb tegen Anja gezegd, ik zeg, als die ouders van jou nog even komen, en ze beginnen weer over Jezus, ik doe ze zo de deur uit, op een niet vriendelijke, netjes manier. Ik zeg, want als die God van jou, van jullie echt bestaat, laat die God zich dan bekendmaken aan mij. Zodat ik weet hoe ik verder moet. Ik versoberen. Ik verdronk echt in. Het werd alleen maar verteld over Jezus, over God. En Jezus, kerst van de Sinterklaas, dat is volgens mij één pot nat. En als het ware daagde ik God uit. Ik zeg, als die God voor jou echt bestaat, laat hem openbaar aan mij. Ik zeg, laat hem bekendmaken. Dat was op een zondagavond, avond. Mijn woorden waren nog niet koud. Ding dong. Dan ging de deur wel. Dat is echt gebeurd. Ik ging naar de voordeur, deed de deur open, stond het wel. Ik vermoed Jehovah getuigen, ik weet het niet. Want in die tijd gingen alleen die mensen met lang de deur. Nu doe ik het zelf. Ik deed de deur open, daar staan twee mensen voor de deur. En die beginnen te spreken tegen mij. Aan u willen wij de levende God bekendmaken. Het hart sloeg in mijn keel op. Ik heb de deur dichtgeknald. Ik heb een paar knopen neergelegd. Ik ben naar Anje gegaan. En ik stond het been op mijn voeten. Vanaf dat moment ben ik gaan lopen nadenken. En ik heb als het ware God uitgedaagd. Daarna hebben we Jezus aangenomen. Dat is een heel getuigenis. Dat ga ik niet houden. Ga jullie er niet mee vervelen. Wat is zo'n leuk verhaal. Ik ga jullie gewoon nieuwsgierig maken. Zodat ik hier weer kan komen. Of jullie komen bij mij. Yes? Want dan komen we ook weer een keer in Zwolle, weet Hans en Emma nog niet. Maar we hebben net een grote, geweldige actie in Franeker gehad. Wonderen gebeurd, veel mensen over Jezus mogen vertellen. Veel mensen hebben keuze gemaakt, gaan we ook in Zwolle doen, Hans en Emma. Yes? Ik ben wel van een verhaal kwijt, hè? Eigenlijk is dat een schoon van Hans. Maar ik heb God aangenomen. En mijn leven is volkomen veranderd. Samen hebben we de Heer Jezus aangenomen en ik ben echt out of the blue. Ik heb honger gekregen naar Jezus. Ik ben theologie gaan studeren. Ik ben Grieks, Hebreeuws, Latijns allemaal gaan studeren. Ik wilde God ontmoeten. Want weet je wat zo mooi was? Toen ik een jong kind was, toen ik nog aan de lagere school was, ging, was ik dom, zei men. Al die lesstoffen. Ik kan het eigenlijk nog niet eerlijk verwoorden hoe dat ging met mij, hoe het in mijn hoofd ging. Het was zo eenvoudig, zo vergeef me taal,
zo onnozel simpel. Dat je er gewoon niet goed van werd. En wat gebeurde er? Ik was zo met andere dingen bezig. Dan word je getest. Nou, allemaal stempels gekregen. Ik heb ze inmiddels geworpen en ik ben er helemaal vrij van. Tot ik erachter kwam na mijn bekering dat ik niet dom was. Ik ben getest. Toen ik een functie kreeg in het bedrijf waar ik nu inmiddels leiding aan mag geven aan een paar honderd mensen in het bedrijf. Ik ben getest op dat bedrijf. Door een psycholoogbureau in Leeuwarden. Sorry meneer Wijster, we hebben een fout gemaakt. De score is zo exorbitant hoog. Het is gewoon niet onmogelijk. Het is onmogelijk. Nog een keer testen. Test in fout, uiteraard hetzelfde. Naar Groningen, academisch ziekenhuis getest. Dan kom je erachter dat God niet alleen mij, maar ook jou heeft gezegend. Met zijn wil. En als je hier zit vanavond en je denkt dat je dom bent, dat je opkijkt naar andere mensen, realiseer je dat de vloek is van de duivel. Jij, u bent uniek. Come on. Geef je buurman of buurvrouw eens de hand, zeg je bent uniek. Je bent echt uniek. Amen. Nou, ik heb een 3 kwartier gekregen van Hans, dus ik moet snel los. De mensen op de kerk, je lacht al. Ik moet snel, man. Ik ben hier gekomen en ik heb een boodschap gemaakt. Ik heb hem uit de oude doos. Want, wat is er gebeurd? Ik werd van de week bepaald. Ik was een pastoraal gesprek met iemand. En trouwens, wat ben je hier dezelfde aan geworden, Hans? Ik ga het hier halen. Ik was in een pastoraal gesprek met iemand. En ik werd bepaald bij het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Ik moet aan, ja, zo. Joh. Ja, hij doet het. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is dus een overbekend verhaal. Nu denken jullie dat ik natuurlijk daarover ga spreken. Wat ik wel ga doen, is mijn bruggetje niet aan doen. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is zo geweldig mooi als je ziet naar de beeldenis van de reis die plaatsvindt. Van Jeruzalem naar Jericho en andersom. Je ziet dat de Bijbel spreekt over iemand die op reis is vanuit Jericho naar Jeruzalem. En je ziet dat de reizigers vanuit Jeruzalem reizigers zijn naar Jericho. En het beeld van de reis van deze beide steden is zo geweldig treffend als je dat ziet. Want als je weet, we weten allemaal dat Jeruzalem is toch de heilige stad van God, amen, is de heilige plaats, zegt de Bijbel. De heilige plaats daar van God zal troon. Ook in het nieuwe Jeruzalem. En dan zie je dat juist de mensen die er voorbij gaan, die in slachtoffers zien liggen, die hun neus ophalen, die eigenlijk uit het heilige komen, en neerkijken op die geslagen, verwonde persoon, en die voorbij lopen, en het slachtoffer links laten liggen. En als je hier zit, en er wordt misschien soms voorbij u, voorbij jou langs gelopen. Omdat je problemen hebt, omdat je moeite hebt. Dan zul je vaak gaan zien dat het de heiligen uit Jeruzalem zijn. Want dan komt het mooie, het geweldige beeld. Uit Jericho. Jericho, zegt de Bijbel, staat voor het vervloekte. Is iemand afreizend in de barmhartige Samaritaan. En juist diegene die op reis is naar het heilige, vanuit het vervloekte naar het heilige, die weet dat hij is geroepen om die persoon te gaan helpen. Het is het mooie beeld wat God ook hier neerlegt. Jij, u, die misschien reizende bent, was vanuit het vervloekte. Mijn zoon Jezus. Ik heb je zo lief. Ik heb je zo lief. Ik heb je zo lief. Dat ik mijn leven heb gegeven. Aan het kruis van Golgotha. En deze Jezus. De mensen die hier mij kennen weten mijn beeld vaak ervan. Staat niet zoals velen. Aan die put. Gaat niet zo goed hè met jou. Nee.
verder naar Jericho. Maar de Heer Jezus, die daalt af in die put. En die zegt, mijn kind, mijn dochter, mijn zoon, mijn vriend en vriendin, ik neem je mee. Met die onmogelijke gladde muren. Maar ik zeg in mijn woordmaker, Marcus 9, vers 23. Niks is onmogelijk voor wie gelooft. En vanuit dat geloof gaan wij een gezegend leven krijgen. Wat je niet voor mogelijk doet houden. En vanavond gaan we een reis door de Bijbel maken. Het woord van God. Om te gaan zien hoe wij vervuld gaan worden met dit gezegend leven. Wat gaan we doen vanuit Deuteronomium? Ik draai me heel even om. Deuteronomium 26, vers 17 tot 18. Ik ga hem even zo om. Ik ben verwend in eigen gemeente. Ja, dat ben ik echt goed. Gij hebt heden van het Heere het woord aanvaard, dat hij u tot een God zal zijn, en dat gij in al zijn wegen wandelen moet, zijn inzettingen, geboden en verordeningen onderhouden, en naar zijn stem luisteren. En de Heer heeft heden van u het woord aanvaard, dat gij zijn eigen volk zult zijn, zoals hij u gezegd heeft, en dat gij al zijn geboden zult onderhouden. Ik vind het geweldig, het Bijbelgedeelte waar het al mee begint, is eigenlijk dat God ons al laat zien dat wij een vrije keuze hebben om hem te gaan geloven, om hem door Jezus heen te gaan geloven, om ze laten vervullen met de kracht van zijn geest. Om ook de verantwoordelijkheid ook te nemen, ook 's morgens bij het wakker worden, ook de Heilige Geest, ook een goede morgen te hebben. Zo alleen de relatie met deze levende God op te bouwen. Dat God ook zegt van, als je dit woord aanvaardt, dan zal hij jou tot een God zijn. Dan zul je, zegt God, bij zijn volk horen. Amen. Kan ik voor de camera dingen beter omdraaien? Maakt niks uit. Ik vind het heel stom om zo met de rug naar jullie toe te staan. Zo. Het gezegende leven waarin God ook duidelijk laat zien hoe jij, hoe u een eigen verantwoordelijkheid hebt. Openbaringen 3 vers 21. Wat zegt Jezus dan? Zie, ik sta aan de deur van je hart en ik klop toch? Dan geloof me bij thuis. Als bij ons de deurbel gaat, zoals Jezus als het ware aan de deurbel drukt, zullen wij toch, Anja en ik, mijn vrouw en ik, zullen toch even ons op de kinderen, onze nisje, zullen toch dezelfde verantwoordelijkheid moeten nemen om naar de hal te gaan en de deur open te doen, om de gast binnen te laten. Zo heb jij, zo hebt u ook die verantwoordelijkheid om ook vanavond tegen deze Jezus te zeggen, van Heer Jezus, ik nodig u uit in mijn hart. Sterker nog, Heer Jezus, ik nodig u uit in het juist op die plaats waar ik u niet heb uitgenodigd. Zoals Hans al zo mooi treffend ook zei, weet je, wij hoeven geen ellende te accepteren. Wij hoeven het niet te accepteren als wij bereid zijn om ons volkomen en vol overgave over te geven aan deze levende Jezus. Als wij bereid zijn de deur van ons hart open te doen. En als je hier vanmorgen zit en denkt van ja, weet je maar, ik heb dit en ik heb zus en ik heb zo. Gooi die maar eens overboord en open de deur van je hart. Juist aan die moeite. Ook jou wil hij vertrozen, zus. Hij houdt van jou. Hij houdt van jou en hij ziet jou staan zoals niemand anders jou ziet staan. Hij ziet de afwijzing in je leven. En dan zegt mijn dochter, ik heb je zo lief. Ik zie de twijfel van je hart. Maar vanaf dit moment, zegt God, ga ik je bedouwen met de kracht van mijn geest. Vuur van zijn Heilige Geest. Verdriet zal doen omslaan in vreugde. Deze Jezus zegt, mijn kind, doe de deur van je hart open. Ja, maar ik heb Jezus al aangenomen. Ik doe dagelijks de deur van mijn hart open voor Jezus. Deze Jezus. Wil niks anders dan we gaan luisteren naar de stem van God. En daarom ook bij bevestiging. Elke dag opnieuw.
verplichten wij ons als Gods kinderen om te luisteren naar de stem van God, om te lezen en te leren vanuit het heilige woord van God, de Bijbel. Dit is de stem van God. Dit is de brief van God aan jouw persoon. Wat zijn wij soms al blij met een mail, toch? Wat kunnen we blij zijn met een brief of een kerstkaart? Weet je, die kerst die voor de deur staat? Wat kunnen we soms aangenaam verrast zijn van, God, wat geweldig. Hij of zij denkt aan mij, toch? En wat doen we met die kaart? Tenminste, de meeste van ons. Nou? Mooie plekje. Ja. Dominee zegt het super. Die krijgt een mooie plaats. Wat doen wij met de woorden van God? Ik kom op heel veel plaatsen. 66 boeken van God. Speciaal gericht aan jou, aan u. Die wordt gezet in een boekenkast. En het stof moet er wel afgeblazen. Ik heb wel geteld, in mijn huis heb ik 36 Bijbels. Allemaal vertalingen. En ze liggen in het zicht. En als iemand komt die geen Bijbel heeft, kunnen we ook één meegeven. Super. Amen. En dit doen we met een aanzichtkaart. Dat doen we met het woord van God. Het volk Israël luisterde ook naar de stem van God die tot de Tora, door de vijf boeken, de wetboeken van God tot zijn kwamen. En nu ga ik iets met jullie delen. Over de Tora, de vijf boeken, de wetboeken van Israël, van het volk Israël. En de Tora, dat zijn de eerste vijf boeken van Mozes. Even de Pentateuch, dat is Grieks, betekent het woord Tora. Maar de Tora, dat kun je eigenlijk beter gaan vertalen met, oh, ik doe hem uit geloof ik, met onderricht. Onderricht kun je met het woord Torah vertalen. Want het woord Torah, ik bedoel de Torah is eigenlijk de wetboeken van Mozes, van God gegeven aan het volk Israël. Ik heb er volgens mij verleden week over gesproken. Ja, dat de wetboeken, als wij hier in Nederland, als wij beleven in de Nederlandse staat, dan hebben wij wetten, dan hebben wij regels. En het vervelende is van de Nederlandse staat, dat als ik de wet overtreed, en ik word gepakt door de politie, of door justitie, als ik te snel rijd, dan krijg ik een bekeuring. Dat is de Nederlandse staat. Daar zit een rechter, de macht achter, daar zit een rechter. En die zegt van, meneer Wijfra, u was fout. Ja, dat kost me kraken. En een vrouw boos, joh. Wordt het lijf uitgezonden? Maar zo is het ook met het boek, de Torah van God. Het is de wet van God. Die vervuld is in Jezus. Is de Torah komen te vervallen? Nee hoor. No way. We kunnen het beter vertalen met onderricht. Of onderwijzing. Of de leer. Of ik terug kunnen zien in Psalm 78 vers 1. Sterker nog, we kunnen de wet daarvan ook terugvinden in Psalm 78 vers 5. Dus deze vertalingen van het woord Torah om ons gaan bezighouden. Ik doe steeds een verkeerde knop op. Dat is zo technisch. Dan. Hier. Ik ben er helemaal uit. Ja. Dan gaan wij zien hoe die Torah, hoe wij door de Torah, door de Bijbel heen, dus niet alleen de Torah, maar de volkomen alle 66 boeken, ook zien vervuld worden in ons hart. Hoe wij alleen de relatie met God gaan krijgen. Ik krijg heel vaak de vragen van mensen. Wij maken veel wonder mee, by the way, in onze bediening. Wij maken wonderen mee voor mensen die genezen van kanker. Wij maken ook andere wonderen mee. Het mooiste wonder is het wonder van bekering. Dus afgelopen week was het nog, was ik in een gesprek met iemand, s'avonds laat nog. En God begon dingen te openbaren. En later sprak ik met die persoon en die dacht, oh, dat wil ik ook zo graag. En dan word je gezien als een of ander orakel, weet je wel. Dat orakel Wouter. Geloof, nou ik ga niet zeggen wat ik altijd in mijn eigen kerk zeg. Maar, mag dat voor de camera? Van zo de poepie doet, stinkt die ook. Weet je, zo orakel is Wouter niet.
Maar het is gehoorzaam zijn aan het woord van God. En zij heeft ook gehoord wat ik zei. En als je daardoor ook leert en lezen gaat in het woord van God, dan gaat God letterlijk tot je spreken. En dat is zo uniek, dat wij ook het erkennen van Gods waarheid ook in ons leven gaan ontdekken. Het erkennen van Gods waarheid, weet je? Het is zo gemakkelijk om, ja, gewoon bij bevestiging van ja, ik geloof in Jezus of dat soort dingen allemaal te gaan lopen roepen. Ik geloof dat als wij die levende relatie met Jezus Christus in ons hart hebben door de kracht van zijn geest, dat ook jij zult gaan ervaren dat Jezus Christus in jou leeft. Jij links alleen je hoek. Ja, ja. Dat Jezus ook door jou heen wil gaan werken. Dat hij wonderen door je handen heen wil gaan doen. Sterker nog, dat hij doden wil laten opdoen wegstaan. Want we hebben gezien ook door ons van binnen heen, hoe de wereld zal gaan opstaan, hoe die wereld bij de opwekking waar Hosea over spreekt, ook hier zal gebeuren vanuit het noorden van Nederland. En de rest van de wereld zal horen dat Jezus Christus leeft. Hè? Dat deze levende Jezus is opgestaan vanuit de dood. Dat deze Jezus het kruis heeft overwonnen. Dat hij de diepte eraan is geweest. En dat hij de sleutel van de doodrijk heeft gekregen. Amen. Deze Jezus, die zijn heilige geest, door de heilige geest van God is opgewekt uit de dood. Deze Jezus, deze heilige geest, woont in jou, woont in u. Amen. Jij of u, ik titulier. Jij hebt je buurman of buurvrouw aangesproken. Je bent uniek. Amen. En waarom ben je uniek? Ten eerste omdat je bijna goddelijk bent en geschapen bent, zoals Psalm 8 ook zegt, bijna goddelijk. En geschapen bent door de creator van hemel en aarde en al wat erop en erin is. Door de God van Abraham, Isaac en Jacob. Eens zal elke knie zich buigen voor deze God. Eens zal elke tong belijden Jezus als koning. Eens zal elke tong belijden dat Jezus de Messias is. En welke leer er ook wordt verkondigd. En hoe ook aan de grenzen van Europa en ook steeds meer in Nederland ook binnendringt. De IS of wat dan ook allemaal maar. De angst die wordt gezaaid door de duivel hier in heel de wereld heeft maar één reden. Omdat Jezus komende is. En het woord van God is er extreem duidelijk in. Dat deze Jezus Christus komende is. De tekenen destijds. Voor met de datum, Wouter. Nee, Wouter, kom niet met de datum, want mijn Bijbel weet met dat Wouter niet met de datum kan komen. Maar als ik mijn Bijbel lees en ik kijk naar de tekenen destijds, dan weet ik dat mijn Jezus terug zal komen. Amen. En ik mag weten uit Romeinen 8 dat wij geen overwinnaars zijn in Jezus. Amen. Maar dat wij meer dan overwinnaars zijn in Jezus, zegt Romeinen 8. Amen. Dat wij meer dan overwinnaars zijn in deze machtige Jezus. En wat ons ook zal treffen, wij hebben het hemels vooruitzicht. Van een heerlijk vaderhuis in vooruitzicht. En deze Jezus aan het woont in jou. En als we naar deze stem, naar de stem van God willen luisteren, dan laat hij ons onderwijzen vanuit zijn woorden. Hè? Dan zullen we ook gaan beginnen met het erkennen dat er zegeningen zijn. Dat willen we wel. En we allemaal wel gaan erkennen van, ja weet je, ik erken dat er zegeningen van de Heer zijn. Weet je wat daar gebeurt? Maar je ziet dat de zegeningen van de Heer zijn. Ach, humor mag, lieve mensen. Humor mag. Geweldig. Weet je, zegeningen, dat zien wij. Dat erkennen we ook, dat deze er zijn. Dat deze zegeningen van God er zijn. Ja, we beginnen ook vaak weer, oh, come on, hè, geef een euro, ik krijg liefde. Nee joh, ik geef een euro aan God, ik ben weggelijk. Maar God geeft mij een zegening. Die hij aan mij moet en zal en wil geven. En dat is de puurheid van het heilige woord van God. Dan komen we op een open precair vlak, dat is de vloeken. Dus we gaan erkennen dat er zegeningen zijn. Dan zullen we ook moeten gaan erkennen dat er vloeken zijn, nou toch? Ja. Dat we leven in een gebroken wereld. Deuteronomium 28 is geheel en al gewijd aan het thema zegen en vloek. Ja.
Zegen en vloek. Er zijn wel geteld 14 zegeningen in het boek Deuteronomium 28 opgenomen. En 45 vervloekingen worden opgenoemd hierin. Plus de oorzaken ervan. Weet je, en ik breng dit woord niet om mensen om jou nu bang te maken. Maar het verlangen van mijn hart is dat wij zien hoe wij ogenschijnlijk van die 14 zegeningen kunnen gaan genieten in de volheid van Jezus. En hoe al die 45 vervloekingen er niet gedaan worden door het geweldige werk van koning Jezus. Dus een geweldig voorrecht dat we hiervan mogen proeven. Dat we hiervan mogen genieten. Van die geweldige zegeningen die God jou wil geven. En dat we vrij zullen komen van de vervloekingen die zijn gegeven door de duivel. Dat we ook waarachtig en eerlijk bekennen dat er een God is, maar er ook een duivel is, een tegenstander. En hij die zo kwaad is, zo boos, zo jaloers is, de levende God van Abraham, Isaac en Jacob, heeft de macht gekregen hier in de hemelse gewesten. En hij wil mensen plunderen. Hij wil ze naar de hel brengen. En Jezus zegt, ik heb de sleutels van doodrijk gekregen. En in mij zul je zegeningen gaan ontvangen. En dan zie je ook, dat alle zegeningen kunnen worden ondergebracht gebracht in de volgende 7 hoofdcategorieën. Zegen en vloek, als ik het vergeten bij te zeggen. Dat zijn de hoofdcategorieën, dat zijn zegen en vloeken. Ik heb zegen versus vervloekingen neergezet. De eerste, dat is vreugde. God is een God die ons vreugde wil geven. Vreugde in het verlossingswerk. Vreugde dat we eeuwig mogen leven bij Hem. Het versus daarvan is vernedering. We hoeven het niet te accepteren dat we op school of op werk of in onze familie of waar dan ook maar ons laten vernederen of kleineren. Jij bent uniek. Ja. Houd dit beet. Jij bent uniek. Een zegen van God is vermeerdering. Vers is onvruchtbaarheid. God is een God die wil vermeerderen. God is een God die aan vruchtbaarheid doet. God is een God die aan vruchtbaarheid doet. En Hans zei het al zo mooi. Als we karig gaan zaaien, hoe kun je dan een rijke oogst gaan verwachten? Dat is onmogelijk. Mijn vrouw en ik, wij zaaien rijkelijk. Ik wil niks missen van de zegening van de Heer. En wij zien het in ons privéleven. We zien het op een financiële situatie. En nogmaals, ik ben geen welvaartspreker. Jullie weten, de mensen die me kennen weten. Soms zelfs tegenovergesteld en zo. Maar we erkennen en ervaren momenteel ons eigen leven. Nogmaals, ik kom uit de goot. Ik leid nu een fabriek van 120 mensen. Ik heb promotie gekregen, een paar weken geleden. Wat ik niet eens mocht dromen. Financieel. Een stroom gemaakt, heb ik jou daar. En wij zegenen de Heer ermee. Er is geen stop bij Jezus. Vermeerdering. Op alle fronten. Dat is een zegening van God. Gezondheid. Dat is een zegen van God. Ja, dat is eigenlijk best wel een moeilijk punt. Want de tijd van genezing van zieken, dat was eigenlijk in de tijd van Jezus. Dat is nu niet meer zo. Komt u wel bekend voor, vond ik? Ik wijs het af, deze uitspraak. Ik proclameer dat onze Jezus nog dezelfde Jezus was en is en altijd blijven zal tot een eeuwigheid. Dat zijn genezende kracht door de kracht van zijn Heilige Geest ook jou, ook u vanavond wil gaan herstellen. Deze levende Jezus. Deze levende koning Jezus. Wil jou gaan genezen. Van lichamelijke ziekte, van geestelijke ziekte, wat dan ook maar. Ziekte is niet van God. Ik wijs elke ziekte af. Ben ik nooit ziek? Jazeker. Ik ben wel eens ziek. Maar ik moet je eerlijk vertellen. Ik heb de afgelopen zondag een getuige in mijn gemeente. Dus tijdens het bidstond.
waren aan het bidden. En ik werd zo aangevallen door machten. Ik werd misselijk. Ik kreeg een hoofdpijn. Het gevoel dat mijn hoofd helemaal uit elkaar zou exploderen. Ik zag allemaal licht flitsen. Dus tijdens de bidstond en ik ben op mijn knieën gaan zitten en ik heb gezegd, ik heb het uitgeschreven. Ik wijs dit af in de naam van Jezus. Het was weg. Die week daarvoor kwam ik 's maandags van bed. Zo ziek als een hond. Geen stem meer, koorts, zweten, bibberen, alles bij elkaar. Mijn vrouw heeft voor mij gebeden. Binnen een uur was ik weer klaar. Amen. Ik erken geen ziekte in ons leven. Amen. Het is niet van God. Voorspoed, succes versus armoede. Nogmaals, ik ben geen prediker die ook zegt van, hè, wat ik ook zei van, joh, kom op, geef een euro voor God en je krijgt 10 terug. Nee, kom op, geef een euro voor God en je bent hem kwijt. Zo, dat is toch de stand van zaken. Wie hier heeft geofferd? Nou, kijk in je portemonnee. Jij zegt portemonnee, ja, dan zeg ik nu portemonnee. Want dat is er inmiddels niet bij gegroeid. Is het dan verkeerd om te gaan offeren aan God? Nee. Hoe meer, hoe beter nog, wil ik zeggen. Want God gaat jou zegenen met zijn zegening. God heeft ons gezegend toen wij trouw zijn begonnen met het betalen van onze tiende aan de kerk. Is God begonnen met zijn zegeningen te geven aan ons. Het kostte ons eerst wat. Het kostte me eerst iets waar ik ontzettend blij van ben dat ik ervan af ben. Mijn ongeloof. Ik heb gezegd, Heer, ik doe het in vertrouwen en ik doe het voor u. We zijn het gaan doen. En God heeft ons gezegend met voorspoed en succes. Wil jij daar zo graag voorspoed en succes? Nou, dan ga ik de vraag eens andersom doen. Wil jij dan zo graag armoede en ellende? Nee. Toch? Nee hoor. Precies. Ik geloof in een Heer die voorspoed wil geven in ons leven. Amen. Misschien niet het voorspoed wat jou een Ferrari voor de deur neerzet. Of een kasteel geeft. Of weet ik wat voor ook, maar had ze maar niet echt. Maar voorspoed waarin je met vrede kunt leven met God. Ik ga het wel, want ze hadden het niet. Overwinning versus mislukking. Ik heb gezegd, Romeinen 8 zegt heel duidelijk, wij zijn meer dan overwinnaar. In hem, die het allemaal heeft volbracht. En Marcus 9, vers 23, alles is mogelijk door geloof. Amen. Spreuken zegt heel duidelijk, dood en leven zijn in de macht der tong. Dus spreek ik uit over mijn leven, vreugde, vermeerdering, gezondheid, voorspoed, succes en overwinning. Op daar waar ik mijn voeten mag zetten. Want ik geloof dat wat ik nu uitspreek ook in de hemelse gewesten van morgen hoort. Omdat die strijd er in de hemelse gewesten zal plaatsvinden. Dat God jou de zegeningen wil geven die hij jou wil geven. En iets moois is er niet dan voor zijn zegeningen te gaan. Want wij zijn overwinnaar. Overwinnaar in hem die het allemaal heeft gebracht. En een overwinnaar die leeft zijn leven met God. En die laat zijn leven niet leiden door iemand anders die denkt dat hij of zij jou zo nodig moet sturen. Die jou in het keurslijf van jouw kerk wil zetten. Ja, want stel, wees eerlijk, hoeveel kerken komen wij dan niet? Waarin gewoon ook het keurslijf van manipulatie omheen wordt gezet. Hoe ga je over? Gauw zitten, gauw zitten. Ja, want anders kom ik, de prediker komt toch van een heilige stoel af. Stel je eens voor. Ja. Toch is het zo. Zo is het toch, ze zijn toch de harde feiten. Maar een overwinnaar die Jezus in zijn of haar leven heeft. Die leeft het overwinnelijke leven met God. En die laat zich niet sturen door de mens.